Kerst is een echt familiefeest. En bij de familie Nijhuis voelt het dit jaar extra bijzonder. De geadopteerde Nadine kreeg er namelijk 28 nieuwe familieleden bij. Heel bijzonder. Heel grote familie erbij gekregen. Nadine werd geboren in een klein dorpje in Mexico. Na een ernstig ongeluk met een kaars belandde ze in het ziekenhuis. Maar een bedje en een kaars is aan een muur hing die. En die is omgevallen en is op mijn dekentje gekomen. En ik stond op een gegeven moment in brand. De ouders liepen 2 dagen met de kleine Nadine door de woestijn, op weg naar een ziekenhuis. De brandwonden van Nadine waren zo erg dat haar ouders de zorg niet konden betalen. Met pijn in hun hart lieten ze haar achter in een kindertehuis, waarna ze uiteindelijk werd geadopteerd door Fons en Jacqueline Nijhuis. Ondanks de goede zorgen van haar pleegouders bleef Nadine met vragen zitten. Die ik iedere keer had in mijn hoofd, daar wou ik nou eindelijk eens antwoord voor hebben. Dan hebben ze mij, toen ik in het ziekenhuis lag, hebben ze mij nog bezocht, ja of nee? Dat was voor mij een hele belangrijke vraag. Om antwoord te krijgen ging ze een maand geleden naar Mexico. Heel ander land. De mensen heel anders. De huizen, de straten, de taal. Ja, heel bijzonder om deze reis eindelijk na zoveel jaren te mogen maken. En nou ook zelf mogen beleven en mogen zien hoe ze leven. En mijn eigen familie mogen ontmoeten na zoveel jaren. Ze vond haar vader en ze bleek nog veel meer familie te hebben. Heeft u papa? Maar ik begrijp het ook heel goed. Het is de goede keuze wat ze hebben gemaakt in die tijd. En daar ben ik dankbaar voor dat ik bij deze familie ben gekomen en dat ik een goed leven heb gekregen hier. Maar ik heb nou mijn familie heb ik gevonden. Ik hou contact met ze en het jaar is gewoon heel mooi geworden. De puzzel is nou volledig voor mij helemaal compleet. Nu leert Nadine Spaans, zodat ze de volgende keer ook zonder tolk met haar familie kan praten. Ik wil over 2-3 jaar wil ik terug. Ik wil eerst de Spaans goed leren, onder knie krijgen. En dan wil ik 2-3 jaar wil ik gewoon teruggaan naar ze. En dan hoop ik dat mijn vader dat er nog steeds is. En dat we gewoon met elkaar kunnen communiceren en een mooie tijd kunnen genieten van elkaar. Maar een kerstgroet in het Spaans? Dat lukt al.